ben onderweg naar Laren, naar de boekpresentatie van Marelle Boersma. Haar boek Blind Date wordt vandaag gelanceerd. Gisteren is Marelle met Jan aangekomen in Nederland, want ze wonen in Portugal, zoals de meesten van jullie wel weten. En vandaag is het dan echt een bijzondere dag. Er zijn al een aantal blogs die het boek gelezen hebben, Blind Date. Wij mogen het ook lezen en Moon is het nu aan het lezen voor ons. En ik hoop natuurlijk dat ik het zo meteen ook mag gaan lezen. Het lijkt me erg leuk. Het is 1 uur en 40 minuten rijden naar Laren, dus ik ben wel even onderweg. Maar volgens mij is het niet druk. Het zonnetje schijnt, het is niet glad. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ik heb een mooie bos Vlakkese tulpen bij me. Want ze blijven een tijdje in Nederland voor alle presentaties. Dus ik heb er zin in. Lekker lunchje straks met een hoop bekenden, met Marelle. En er komt nog een gast die iets komt vertellen over hoe je verliefd moet worden. Of moet blijven. Of, ik weet niet precies, maar we zien het wel. Gezellig. En tot straks weer dan. Gevonden. Ik ben er. Het zijn alleen maar gewone huizen en kantoorvilla's. Maar ik zag net al iemand lopen en ik dacht van die zou daar ook wel eens heen kunnen gaan. Ik ga even opzoeken en jullie horen straks van me hoe het is en hoe het was enzovoort. Doei. Inmiddels. En dit keer is het een blind date. En voor mij wel een spannend gebeuren. Heeft iemand wel eens een date gehad? Gewoon een date? Ja. Heeft iemand wel eens een blind date gehad? Ja, echt! Ja. Ik heb dus nooit een blind date gehad. Ik heb wel gedate. En het stomme is dat ik denk dat dit het boek is waar al heel veel autobiografische ervaringen uit mijn leven instaan. Dus zie je wat geks, dan klopt dat. Daten is namelijk aan de ene kant doodeng, hè, dat zullen jullie wel weten. Maar het heeft mij ook elke keer heel erg geïnspireerd. Zodra ik had van, hoe kom ik die tijd door? Dan schakelde ik en dan dacht ik, ga ik gewoon gebruiken. En vaak waren het dan geweldige personages. Dus ik heb heel veel, mannen dus, mannelijke personages komen uit mijn date. Ik ben eenmaal zo bij een schrijver dat als je een thriller schrijft, dan heb je dus bepaalde personen. En wat ze voor eigenschappen hebben, dat vergroot je uit. Dus wat erin staat, is niet helemaal zo gebeurd. Want ik vind het wel leuk om dat een beetje aan te dikken. En dat moet natuurlijk ook voor een spannend verhaal. Maar dat begin van het boek, jullie hebben, als jullie de tekstfragment hebben gelezen, met die hond. Ja. Echt. Oh. Echt waar. Hij was echt een 5 gangen ontbijt aan het maken voor die hond. En ik dacht ook, krijg ik ook nog wat? Eerst moest gehandeld worden inderdaad. En toen uiteindelijk gingen we met z'n tweeën ontbijten. Maar die hond die zat dus daarnaast. En dat is wel, echt vreselijk. Dus dat is dus een van mijn ervaringen. Leuk. En de beste man weet niet dat hij hierin staat. Dus, vraag ik dan ook niet, want ik maak het natuurlijk wel even iets anders dan wat het is. Maar daar is het dus een personage geworden. Dat is dan precies zoals Moon dan werkt met haar blogs. En ik denk, wauw, dit is geweldig. Hè? Dan ga je die schakel maken van, weet je wat een vreselijk date. En dan denk je, maar dat kan ik gebruiken. En dat doet Moon met haar blogs. Zijn jullie bloggers? Ja, hè? Ja. Lekker over de top. Aha. Daar houden we van. Dit is dus echt één voer voor bloggers. Ja. Wat hier gebeurt, en dat gebeurt ook echt, is dat als je je hoofd boven mij valt aan het steekt, dan weet je, dan komt er zo'n zeis langs die komt op. Ja. En dat is ook bij daten. Als je een verkeerde man treft, kun je dus ook enge dingen meemaken. Nou, die twee gecombineerd. Wij vinden het een heel graag boek.
En we vinden het heel leuk om met z'n allen dit te vieren. En fijn dat je weer even in Nederland bent. En op naar volgende boek zou ik even. Ja, dus ik kan begrijpen dat het een beetje spannend is. En daarom gaan we elkaar nu gewoon leren kennen. Dan is het niet meer zo spannend. Ik vond het ook spannend. Vond jij het ook spannend? Ik zei vanmorgen ja. tegen Jan. Ik wilde voor het eerst, vanmorgen voor het eerst van mijn leven live gaan op Facebook. Oh, heb ik niet gedaan, want ik vond het veel te spannend. Dus ik heb het ook niet gedaan. Nee. Ik afspraak met mezelf. Maar goed. Maar ik zei tegen Jan van ja, en dan ben ik opeens zomaar helemaal zenuwachtig. Ik zei, het is maar goed dat ik maar één keer per jaar een nieuw boek verschijnt. Dus het is voor iedereen spannend. Want ja. Ik ken een paar mensen van jullie, maar ik ken lang niet iedereen. Dus het is, ik denk altijd spannend om weer nieuwe mensen te leren kennen. Naar ja. een andere locatie te gaan en kijken van... En wat gaat er dan gebeuren? Ja. Maar het grappige is dat als je elkaar niet kent en iedereen komt alleen, dat je heel snel ja. een band krijgt. Want ja. dan zie je het met die schrijfweek ook. Ja. Op de eerste dag, paf. Maar in ieder geval, mocht je het eng hebben gevonden, weet je, die eerste stap heb je al gezet, want je bent ja. hier. Ja. En dat is al heel geweldig, vooral als je het eng vindt. Nou, ik ga even de spelregels vertellen. Dan gaan we. Het gaat er niet om dat je zo hele lange, spannende verhalen vertelt over jezelf en dat heel interessant moet zijn, maar gewoon dat je elkaar even elkaar kennis maakt en dat je gewoon een goede indruk achterlaat, net als bij een date. Het is belangrijk dat je de eerste indruk, daar heb je nooit een tweede kans voor, want zorg ervoor dat je de eerste indruk gewoon een goede indruk maakt. Maak een beetje een vlog van de Oh, je maakt een hele vlog van de hele dag? Ja. Is dit luxe of is dit luxe? Een toilet in Laren. Heel zachtjes praten, er zijn mensen op de hand te wachten. Pand van de Crime Company. Supermiddag gehad. Wat een lieve mensen allemaal. Heel veel nieuwe mensen weer ontmoet. En nou op naar Goeree Overflakkee. Binnenkort op ons blog. Wat vond Moon van Blind Date? Wat over Moon gaat. Ben benieuwd wat ze daar nou weer van maakt. Ik ga hem zelf natuurlijk ook heel gauw lezen. Want ik ben ook heel erg benieuwd hoe het is. Blijf ons volgen. Geef een duimpje als je het leuk vond. En ik hoop je nog een keer te zien. De groetjes van Caroline.